morning. Het is vandaag dinsdag. En ik heb gisteren niet gevlogd, maar dat komt omdat ik zondag carnaval heb gevierd samen met Jip en daarna nog met Judith. Dus daarom heb ik niet gefilmd gisteren, want ik was gewoon dood. Want hè, ik kwam ook nog eens net uit New York, dus gewoon dood. Maar in ieder geval, vandaag ben ik er weer met een nieuwe weekvlog. Ik hoop natuurlijk ook dat jullie genoten hebben van mijn New York vlogs. Ik ben er zelf heel erg blij mee. Ik ben ze nu toevallig aan het editen. Ik ben best wel bijna klaar, dus ja. En nu, vandaag ben ik dus die vlogs aan het editen. En ik ga straks nog heel even naar het dorp. Want ik moet even wat dingetjes halen. En ja, dat is echt de planning voor vandaag. Ik ga de komende 2 weken best wel rustig aandoen. Omdat ik volgende week vrijdag mijn auditie heb. Mijn stem is vandaag best wel kut. Oh, ik word daar helemaal moe van. Maar goed, we gaan gewoon nu 2 weken rust houden. Ik ga wel zingen, maar wel gewoon heel rustig aandoen. Lekker uitrusten, zodat ik straks bij die auditie gewoon lekker fit ben. Dat is zeg maar wel de bedoeling. Dus ja. Nou, mama en ik zijn nu samen in Haarlem, want we gaan samen naar de bios. Want we gaan naar The Greatest Showman. Want het is natuurlijk heel erg dat ik die nog niet heb gezien, terwijl ik er gewoon een cover van heb gemaakt. Heb je die nou nog niet gezien? Ga die zeker even kijken. Ik laat nu even een stukje ervan zien. En dan moeten jullie even in de beschrijving naar het kanaal van Ivar gaan. Want daar heb ik hem op in gezongen. But when we go outside, you're gonna wake up and see that it was hopeless after all. Ik ben samen met mama eventjes in de Ranzijn, want we wilden, nee, ik wilde een plant voor in mijn kamer. Maar alles is duur of lelijk, dus niet geslaagd hier. Maar we hebben nog een winkel te gaan, dus hopen dat ik er één vind. Nou, we zijn net terug van onze eerste kringloop, nu gaan we naar de tweede kringloop. Nou, het is echt belachelijk leuk. Ik heb gewoon een skihelm gevonden bij de kringloop voor 5 euro. En hij is nog leuk ook. Nou, ik ben helemaal shook. Ik had er nog één nodig, dus het is toch, ja, het is toch helemaal leuk. Ik hou van de kringloop. Echt mensen, als je daar nooit heen gaat omdat je denkt dat het stom is, probeer het eens uit. Het is echt heel leuk. Soms vind je echt dingen dat je denkt, hoe dan? Nou, poging 2. Lekker in de kringloop. Good morning, het is vandaag donderdag en ik heb de afgelopen 2 dagen niet echt heel veel gevlogd. Ja, ik heb wel wat gevlogd, maar gewoon niet heel veel. Maar vandaag ga ik wel weer veel vloggen, want ik ga vandaag echt hele leuke dingen doen. Ik ga zometeen eerst eventjes mijn New York shoplog filmen, want dat wil ik gewoon even graag gedaan hebben. En dan ga ik daarna nog even kijken hoeveel tijd ik over heb. En dan ga ik mijn tweede New York vlog nog even afmaken. Die is bijna af. Vanavond / vanmiddag ga ik naar Utrecht. Want ik ga naar On Your Feet. En ik ga daar backstage vloggen. Daarna ga ik naar de show. Dus ik ben echt heel erg benieuwd. Ik heb hem nog niet gezien. Dus ik ben heel benieuwd hoe het gaat zijn. Ik hoop natuurlijk dat jullie het leuk vinden dat ik jullie vandaag daarmee naartoe ga nemen. Ik denk dat het voor jullie wel heel erg interessant is. Om te zien hoe het er allemaal aan toe gaat bij een musical. Dus dat gaan we vandaag zien. Ik wil nog heel even laten zien wat ik gisteren allemaal heb gekocht. Of tenminste, ik heb denk ik niet alles hier liggen. Want sommige dingen zitten even in de was. Maar ik heb in ieder geval een plant gekocht. Misschien hebben jullie die wel al op de achtergrond gezien. Ik ga hem even laten zien. Nou, dit is de plant die ik heb gekocht. Ik wilde heel graag een plant in mijn kamer. Want ik vind dat gewoon leuk. Dat geeft een beetje kleur of zo in je kamer. I don't know, een beetje sfeer. Dus die plant heb ik gehaald bij Ranzijn, geloof ik. En die plant was 15 euro. En ik heb ook nog deze plant gehaald. Die vond ik ook heel leuk. En
Ik weet even niet hoe duur die was. Zo, ik heb zojuist mijn shoplog opgenomen en ik heb even wat gegeten. En nu ga ik denk ik nog heel even editen. En dit is trouwens een nieuwe lipstick. Ik vind hem eigenlijk best wel heel erg mooi. Het is nu 3:15 en ik ga even denken hoor. Ik ging 4:15 de trein. Nou, dan moet ik over 3 kwartier al weg. Dus dat wordt niet echt een lange edit, maar goed. We zijn bijna in Utrecht. Nou, we zijn al in Utrecht, maar ik bedoel bij de jaarbeurs. En ja, dan ga ik jullie lekker meenemen naar On Your Feet. Superleuk! Ik ben hier gezellig met deze twee. Ja. Met Femke en Jewel. Super gezellig. En we gaan nu een backstage tour krijgen van Fayen en Frank. Mm-hmm. Onthouden. Dus dat is heel leuk. Yay. Een beetje wie ik ben, maar niet zo. Wat eigenlijk? Ben je erbij? Oh, ja, nee, ik zet hier erbij. Nou, ik vind het trouwens niet echt een rommel hoor. Nee, mag ik het even zeggen? Ik vind het best spullen. Ja, maar ja. Ja, dat ben ik ook. Een beetje chaotisch. Dat mag ook. Ja, dat mag ook wel. Welkom backstage. Nou, ziet, hier is alles wat je niet ziet. Voornamelijk deze twee personen hierboven die je nooit zal zien, soms zal horen. Dat is de plek van die Z, onze ASM. Zij zegt voor alle cues, voor alle lichtstanden, geluidstanden, zegt zij go, niet go. Dus zij leidt de voorstelling. En daarnaast zit David. En David zorgt ervoor dat alles wat beweegt onstage, dat dat veilig gebeurt. En dat dat, zodat wij niet kapot gaan. Laten we het toneel oplopen? Yes! Wauw! Gek, leuk! Leuk. Nou, 3 keer raden waar we nu zijn. Nou, ik heb geen idee. In de orkestbak. Na de pauze hebben we een aantal dat je Gloria in een concert ziet. En dan gaat het zaallichaam wat meer aan. Dus dan kan je iets meer. Wat natuurlijk heel leuk is, dan kan je echt interactie hebben met het publiek. En dan zie je de mensen die wat verder zitten, zie je ook goed. Ja. Dus dat is heel leuk. Ja, gisteren was tweede acte. Maar het is ook fijn dat je zeg maar niet iedereen helemaal ziet. Want, ja, dan mag je ook kijken. Met allemaal foto's van mij. Het zijn niet de mooiste. Het is een soort grapje van onze geliefde Joey in de cast. En die speelt een fan, dus dat is wel leuk om te weten. Die heeft straks in de tweede acte met de Gloria nog een handtekening. En ooit bedacht hij, laat ik eens een keer de leukste foto's van Vianne van Bos verzamelen. En elke keer een andere foto op die plaat plakken. Waardoor ik elke keer in de deuk lig en ik zo die handtekening teken. En die worden hier opgehangen. Komt dat zien. Leuk. Van alles. Zo schattig. Nou, niet te veel focussen. Dus jawel, is leuk. Ja, zo schattig. Maar dat niet uit. Dit is mijn kledingrek. Het is heel veel. Ik heb in totaal 24 zelfkledingen. Zo. En heel vaak dus 2 broeken over elkaar heen aan. Je ziet, zit hier allemaal ritsen in. Deze wordt ook echt uitgedaan door 2 mensen van de cast on stage. Omdat ik eigenlijk gewoon geen tijd heb om af te gaan. Dus dan ga ik zo staan en dan is die broek uit. En dan heb ik dit eronder. En zo gaat het eigenlijk een beetje de hele tijd. Het is van alles. Dus je hebt ook de normalere kleding. Dat je ziet als Gloria wat jonger is. En het hangt binnenstebuiten. Ja, dat doen ze dat voor het zweet. Dan wordt er alcohol opgespoten. Heel vies klinkt het. Ja, nou ja. Ja. Ik wil alles weten. Klinkt heel vies. Nee, maar het is wel de waarheid. Met daarom hangt binnenstebuiten. In het begin dacht ik bij mezelf, ik ga dit niet overleven. Met 24 snelverkleding. Nou. En toen was ik, als het opkwam, dacht ik... Waar ben ik? Eigenlijk waar ik de hele show ben als ik backstage ben. En als ik thuis bij je rondplit, sta jij zo en dan komt er helemaal niemand van. Hallo? Ja. Dit ziet er lekker uit. Ja, ja. Eet smakelijk! Hebben we er zin in? Hallo daar. Ja. Enorm. Een feestje. Ja, ik kijk dus altijd daar. Daar ik ook. Altijd. Maakt niet uit. Feestelijk. Ik vlog al heel lang, maar kijk altijd daar. Maakt niet uit. Oh, leuk, leuk, leuk. Zin in. Thank you.
Hallo, het is vandaag vrijdag en ja, ik heb gisteren helemaal niet meer gevlogd hoe ik de voorstelling eigenlijk vond van On Your Feet. En ja, dus ik dacht ik doe dat nu heel eventjes. Ik vond het echt heel erg leuk, vooral dat backstage en zo gaan was echt heel gezellig. Het was sowieso heel erg leuk dat Femke er was en Julia en Sarah en Ridder kwamen later nog. Dus dat was sowieso echt mega gezellig. Ook leuk om Fayenne weer te zien en om te zien hoe dat allemaal gaat bij haar nu, daar achter de schermen. Dus dat was echt heel erg gezellig. En ik vond de show ook echt oprecht leuk. Ja, ik denk dat het gewoon een show is voor heel veel mensen. Ik denk dat heel veel mensen het gewoon heel erg leuk gaan vinden. Jong, oud, maakt niet uit. Het is gewoon een hele... ja, je wil gewoon heel snel gewoon lekker meebewegen en meedansen en zo. Dus dat is wel echt heel erg leuk. Ik heb nog iets heel erg leuks voor jullie. Check even de beschrijving. Daarin staat een link. En daarin kan je 15 euro korting krijgen als je zegt dat je via mij komt. Dus dat is heel erg leuk. Dus dan kunnen jullie met 15 euro korting naar On Your Feet. En het is geldig tot 4 maart. Dus wil je er nou nog graag heen, dan kan je met die kortingscode wat korting krijgen. Dus dat is natuurlijk altijd heel erg leuk. Nu ga ik naar mijn vaders kantoor, want ik ga eventjes oefenen voor mijn auditie. Want die heb ik volgende week vrijdag en dat is mega spannend. En ik wil gewoon nog even goed oefenen, zodat ik zeker weet dat het allemaal lekker zit. Volgende week ga ik ook nog een paar keer natuurlijk gewoon goed repeteren. En ja, dan gaan we volgende week gewoon knallen. Maar goed, nu ga ik in ieder geval naar mijn vader en ik neem jullie mee. I wanna punch you in the face, rip out all your hair. I want to burn you alive, and if you survive, I'll strap you to an electric chair. Or lean out the window a little too far. Don't look both ways and get hit by a car. Fall out of a roller coaster. Take a warm bath with a black tan toaster. It's short. I hope you die. Ik ben natuurlijk alweer 600 jaar thuis, maar goed, hi. Ja, het zingen ging eigenlijk best wel lekker. Daarna ben ik naar huis gegaan, heb ik gegeten en nu zit ik hier. That's life. En morgen gaan we naar Antwerpen en daar heb ik echt heel veel zin in. We gaan volgens mij best wel op tijd weg, zodat we dan nog ook wel even daar tijd kunnen spenderen. Want om 2:30, ik ga het zo meteen nog even goed checken, gaan we naar de Gelaarse Kat. Ik weet nou niet of het 2:30 is. Ik zeg dit nu uit mijn hoofd. Maar ik ga zo even checken op de kaartjes. En dit keer ga ik het goed checken. Dat ik niet weer te laat kom. Net als de vorige keer. Maar ja, ga ik morgen dus naar Judith kijken. Dus dat is echt heel erg leuk. Nu ga ik gewoon even lekker chillen. Dus ik denk dat ik morgen verder vlog. Oh, ja. Dit gaat nooit goed. We zitten in de auto naar Antwerpen. Nou, eigenlijk zijn we er al bijna. En dan gaan we dus zo eerst eventjes een korte shopsessie houden. En daarna gaan we naar de Gelaarste Kat. Dat is miauw, 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 miauw. Nou, helemaal leuk. Dus ja, dat is wat ik vandaag ga doen. Nou, we hebben net even lekker gewinkeld. Laat even tasjes zien.
super leuk. Echt, ik ben shopverslaafd. Dit is niet normaal. Weet je, het boeit me, kan me gewoon niet meer genieten van het leven als het kan. In ieder geval gaan we nu naar het theater. We hebben net echt binnen 5 minuten McDonald's in onze mik gegooid. Dus ik moet er even van bij komen. Maar we gaan in ieder geval nu naar het theater. Kijk nou hoe gezellig, man. Ja. Het lijkt wel zomer. Ja. Zo op het terras. Wat heerlijk. Wij zo, maar het kan dus niet in België. In België doen we zo. Feitje van de dag. Doeg. Nee, waar hadden we nou net over? Nee, nee. Ga nou even. Nee, we hadden het even serieus net ergens over. Waar dan? Oh ja. Dat Pamela eigenlijk in de horen zou komen kijken, maar toen was ze. Doeg. We zijn weer terug uit Antwerpen en ik heb echt een mega leuke dag gehad. Het was echt heel erg leuk. Sowieso hou ik heel erg van Antwerpen. Dus ja, het was echt heel erg leuk. Ik heb vandaag ook weer geshopt. Het is eigenlijk heel erg omdat ik natuurlijk net terug ben uit New York. En daar heb ik ook heel veel geshopt. Maar ik kon het weer niet laten. Als eerste heb ik schoenen gekocht. Want ik wilde heel graag gympen hebben. Want ik heb dat eigenlijk helemaal niet. Het enige wat ik qua gympen heb is een paar Vans. En verder alleen maar All Stars. Ik ben namelijk gewoon echt totaal geen sneaker persoon. Ik ben meer van laarsjes en Dr. Martens en dat soort dingen. Maar ik wilde ook wel gewoon graag een leuk paar sneakers hebben. Omdat bij sommige outfits staat dat gewoon heel erg leuk. Maar ik ben heel moeilijk met sneakers. Als ik in een winkel kom met sneakers vind ik 80% gewoon lelijk. Maar ik heb nu toch een paar gimpen gevonden die ik wel heel erg leuk vond. Namelijk deze. En dit zijn de Nike Air Max. Ik heb hier ook echt totaal geen verstand van. Vraag me niet welke soort Nike Air Max het is. I really don't know. Maar goed, in ieder geval deze sneakers. Wordt scherp. Zwart met, ja, leuk opdrukkie. Helemaal leuk, helemaal blij mee. Ik heb hier zo geen verstand van. Maar goed, deze waren in ieder geval €85. En dan was ik ook nog naar de Monkey geweest. En daar heb ik 3 kledingstukken gekocht. Sorry voor dit afschuwelijke licht trouwens ook. Maar goed. Anders moest ik het morgen filmen en ik wilde het gewoon nu filmen. Als eerste dit hele leuke, ja, het is een beetje okergeel met wit streepje shirt. Ik vond het gewoon heel erg leuk voor nu, maar ook voor straks in het voorjaar. Gewoon een heel leuk streepje shirtje. En ja, je kan nooit genoeg streepje shirtjes hebben. Dit is trouwens €15. Nog een streepje shirt en dat is deze. Net even een ander soort modelletje dan die andere. Met lichtroze, donkerblauw, wit en okergeel. Of nou ja, oranje streepjes. Die was €20. En dan als laatste iets waar ik echt mega blij mee ben. En waar ik serieus gewoon naar op zoek was. Wordt scherp. Ja. En dat is een ribbroek. Jullie gaan dit nu niet zien. Ik denk ook niet van dichtbij. Misschien wel. Maar dit is een ribbroek. En ja, voor de mensen die dat niet weten. Het is een soort van, ja, hoe leg je dat nou uit? Er zitten ribbeltjes in het stofje. En ja, dit is best wel een beetje oldschool. Dit had mijn moeder vroeger ook bijvoorbeeld en dat soort dingen. En het is een beetje een mom jeans model. Superleuk. Echt mega blij mee. Ze hadden deze ook in het okergeel en in het lichtroze. Dat was het volgens mij, ja. En dus in het donkerblauw. En ik heb hem in het donkerblauw genomen, omdat ik dat toch wel het meest draagbaar vind. En deze, die kostte €30. Je kan het nu niet heel goed zien, maar ik doe hem vast nog wel een keer aan. En dan laat ik hem nog wel een keertje goed zien. Zo, het is vandaag zondag. En oh my god, lekker. Lekker zon in mijn smoel. Love it. Ik doe al de hele dag weinig. Maar dat is een beetje hoe mijn hele week er deze week uit gaat zien. Want ik ga gewoon uitrusten. Want ik heb zondag, nee niet zondag. Ik heb vrijdag auditie. Eerste ronde op Font is. En mijn gezondheid is een beetje moi. Ik ben niet echt ziek. Echt totaal niet eigenlijk.
Maar het is een beetje alsof er een opkomende verkoudheid is. Die niet mag komen, snap je? Dus ik ga gewoon heel veel rustig aandoen. En gewoon lekker no stress deze week. En gewoon lekker uitrusten. Zodat ik vrijdag bij de auditie helemaal ready to go ben. Dus ja, dat is een beetje wat ik vandaag heb gedaan. En nu zit ik op de bank. En nu ben ik 8 groepjes huilen niet aan het kijken. Want die is op tv. En ja, die film heb ik al echt iets te vaak gezien. Maar het blijft gewoon leuk. Maar ik zit er dus aan te denken om volgende week niet te gaan vloggen. Omdat ik dus nu al weet dat ik gewoon letterlijk elke dag ga chillen. Dus ja, het is echt saai voor jullie als ik elke dag in een week vlog moet gaan vertellen dat ik weer niks aan het doen ben. Of tenminste niet veel, snap je? Dan kan ik ook gewoon, hoef ik daar ook niet aan te denken voor die auditie en zo. Dus als jullie volgende week geen weekvlog zien, dan weten jullie waarom. Misschien dat het wel komt, maar misschien ook niet. Misschien dat ik iets anders upload. Ik weet het niet. Ik ga even kijken. Ik ga er in ieder geval niet om stressen, want ik wil gewoon even chill, weet je wel. Dat is een beetje het ding nu. Ik hou wel van deze zon trouwens, zo in mijn smoel. Love it. Het is tijd om te slapen, dus slaap lekker allemaal. Misschien volgende week een nieuwe weekvlog, misschien niet. Ik weet het nog even niet. We gaan het zien. In ieder geval heel erg bedankt voor het kijken. En dan zie ik jullie snel weer. Doei doei.